Ja, we gaan hier een paar complexen aansluiten op het warmtenet in Dordrecht. Het warmtenet heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en we groeien de laatste tijd ook hard door. En het appartementencomplex staat hier achter te zien. En daarachteraan de Octant, daar staan ook nog een paar appartementencomplexen. En die gaan we dit jaar nog aansluiten op het warmtenet, zodat deze mensen ook geen aardgas meer nodig hebben om hun huizen te verwarmen. En waarom is dat nodig? Verbranden van aardgas geeft heel veel CO2-productie. We willen ook dat we minder aardgas gaan gebruiken om de productie in Groningen natuurlijk te verminderen. Dus ja, dat is twee vliegen in één klap. Dus minder CO2 en we hoeven minder aardgas in Groningen erboven te pompen. En deze mensen zitten er net zo warm bij als voorheen. De komende maanden, tot en met september, gaat HVC hier aan het werk. Ze gaan onder de grond door nieuwe warmteleidingen aanleggen hier op de Planetenlaan. En dat zorgt ervoor dat we er zo min mogelijk last van hebben. Ja, het gaat allemaal stukje voor stukje. We gaan een paar stukjes kunnen we wel in open ontgaving noemen we dat. En dan graven we gewoon een geul en dan leggen we dan de leiding in. Maar onder deze doorgaande weg dan gaan we boren. Dus dan komt er een boormachine, die boort een klein leidingje. Die gaan we steeds groter maken totdat het gat groot genoeg is. En dan trekken we in één keer de leiding erin. En dat doen we hier en hierachter en daar ook bij een vijver waar we ook onder de vijver doorboren. Dus drie boringen en twee stukken waar we in open ontgaving de leiding aanleggen. En we moeten denk ik zo'n kilometer leiding hier aanleggen en dat kost inderdaad een paar maanden. Eind september zijn we klaar. Dus voordat het koud wordt kunnen deze mensen verwarmen met de warmte uit het warmtenet.